Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van Geluk op het Water. Vandaag ben ik in Lelystadhaven en ik ga een interview doen met Janneke en Wietse. En zij wonen aan boord van hun zeilschip. Ze hebben de hele wereld al gezien met hun zeilboot en het is natuurlijk super leuk om hun verhaal te horen. Stap maar mee aan boord. Ik wil graag een rondje boot. Nou, loop maar mee. Ja. Nou, we hebben de zonnepanelen op het dek. Ja. En we hebben de boot zo ingericht dat we hebben gezegd, wat je niet hebt gaat niet stuk. Dus we hebben heel weinig. Dus deze 140 watt is voldoende om de boot te poweren. Continu. Want we hebben een windvaan. Een hydrofeen. En die stuurt de boot. Dus geen elektrische stuurautomaten. Dus dat vraagt ook geen energie. Gas zit hier in de, aan dek. Dus kan makkelijk ventileren. Ja, dat is eigenlijk hierachter, hè? Dat achterdekje, altijd leuk. Ja, hier zie je de kuip. Je ziet dat die klein is. 4 man zit die vol. Alhoewel we er ook al eens met 8 hebben gezeten. Maar geeft goed bescherming. De kap komt er 2/3 overheen. Dus je zit varend lekker daar in het hoekje. En dan denk je, het waait hard buiten. En dan zie je je hoofd eromheen steken. Het is een Bruce Roberts, 44. En staal. Alles is staal. Dit is ook staal, dus je kunt erop staan. En ja, iedereen zegt altijd staal is een hoop onderhoud. Maar als je het bijhoudt, valt het eigenlijk reuze mee. In die 8 jaar heb ik wel wat geschilderd, zo hier en daar. Maar dat gaat eigenlijk heel goed. En het is een eerlijk materiaal. Als het slecht is, dan zie je het, want het wordt oranje. Dus dan weet je waar je werk ligt. Oeh, kijk eens. Een mooie regenboog. Ja. Nee, maar dat is wel, wel heel fraai zo. Maar dat betekent dat we zo ook weer regen op ons dak krijgen. Dus we gaan weer even door. We hebben alles ingepakt om het zeil en de lijn ook te beschermen. En dat heeft goed gewerkt over die jaren. In die 8 jaar dat we weg zijn geweest. Een hele lange spieboom voor de kotterfok om uit te bomen. Nou ja, en heel belangrijk hiervoor is een stevig anker. Met ook een goede, stevige, zware lier. Want dat heb je wel nodig. Zeker als het een beetje gaat waaien of dingen gaan mis. Dan is dat prettig dat je een beetje overkill hebt. 65 meter ketting. Dat is aan de korte kant eigenlijk. Ja, aan de andere kant is eigenlijk bijna hetzelfde. We hebben vaste ramen in de buiskap. Dat betekent dat je eigenlijk altijd goed zicht hebt. Want plastic gaat toch altijd vervormen. Druppels blijven erop hangen. En dan betekent dat je eigenlijk minder ziet. En met vaste ramen dan heb je eigenlijk altijd goed zicht. Hij is kotter getuigd en dat is op lange afstand eigenlijk best wel prettig. Want als je met z'n tweeën vaart, wij varen altijd met z'n tweeën, dan vaar je eigenlijk solo. 14 uur per dag slaapt er iemand en is de andere op wacht. En dat betekent eigenlijk dat je solo vaart. En overdag dan is één binnen bezig, de andere buiten. Ik ben meestal de buiten, Janneke doet binnen vanwege mijn zeeziekte. En ja, dus je vaart eigenlijk solo en dan heb je een zeer hanteerbare zeilvoering. Dat toch was ook zo ontzettend elegant. Ik zal dit naar achteren, want als we niet achterkomen, dan kan ik het daar. Hoe houden wij het warm aan boord? Nou, heel makkelijk. We hebben centrale verwarming. Dat is een systeem wat op diesel werkt. En het is een systeem wat vooral gebruikt wordt op binnenvaartschepen. Mensen hebben wel eens gehoord van merken als Cabola of Ketel Binky of Maritime Booster. Nou, zo één hebben wij. Dat werkt net als thuis. Dus je hebt hier op de kaarttafel hebben we een thermostaat. En die draaien we omhoog of omlaag, naargelang we het warm of kouder willen hebben. En dan hebben we door de hele boot hebben we radiatoren. Dit is er dus één van. Dit zijn badkamerradiatoren die gewoon gespoten zijn in een mooi kleurtje dat past bij de boot. En die houden het heerlijk warm. En we hebben hier voorin een hele bijzondere. Die is 2 meter hoog en vrij smal. En die noemen we de knuffelmuur. Dus als we gevaar hebben en je bent heel erg koud en we komen ergens aan en de verwarming gaat weer aan, dan kan je heerlijk hier zo even opwarmen. En zo hebben we er ook een in de badkamer en in de slaapkamer achter en een hele grote bij de keuken. Dus hier zijn we ontzettend blij mee, want het geeft de boot een fijne, goed verdeelde droge warmte. Je ligt toch au bain-marie, om maar in kooktermen te spreken, in koud water. Dus condens is een issue. We hebben een stalen boot. Dus Wietse moet wel elke 2 weken, elke maand even rondgaan met een vacuümpomp om water onderuit de beeldjes te halen.
En altijd een lastig iets met boten voor mensen die aan boord wonen is condens bij de ramen. Nou, daar hebben wij een oplossing voor gevonden. Ik weet niet of dat met het licht gaat om dat te laten zien. Je ziet hier twee dingetjes. Dat zijn spacers. Die folie, er zit dus voor het raam een hele dunne folie. Het lijkt een beetje op keukenfolie. En die zit er dus voor geplakt. En die houdt enorm veel condens tegen. Dus in detail zie je dat hier op het kozijntje een paar druppels staan. Maar dat voor de rest het hele raam keurig droog is. Ja, dat is echt. Veel mensen gebruiken het in woningen. Het is dus bedoeld voor woningen. Maar met die spacers ertussen om voldoende afstand tussen het raam en de folie te houden, lukt het dus. Maar je ziet het bijna niet. Dus heel veel mensen vragen zich af, wat zijn dat voor grijze dingen die daar voor het raam zitten? Maar dat zijn dus kleine, het zijn isolatiebuisjes voor om verwarmingsdingen heen. En daarbij is de boot natuurlijk 10 centimeter dik met schuim geïsoleerd erop. Dus dat sowieso. Wij hebben het absoluut niet koud. Nou, we zijn 10 jaar geleden op de boot gaan wonen. Toen we hadden daarvoor een levensstijl die totaal anders was. Wietse was directeur van grote bedrijven. Ik had 3 adviesbureaus. En onze grote droom was rond ons 50ste iets anders te gaan doen met ons leven. En ik was 49 en Wietse was 51. En we hebben alles verkocht. Meubilair weg, huis weg, grote auto's weg, bedrijven weg. En we zijn aan boord gaan wonen en gaan zeilen. We zijn in 8 jaar de wereld rondgezeild. Dus we hebben 8 jaar lang aan boord gewoond in andere landen. En hebben we onder andere dit boek over geschreven. Nieuwsgierigheid als kompas rond de wereld in 8 jaar. En in 2021 zijn we teruggekomen. En kwamen we natuurlijk in Nederland aan waar de arbeidsmarkt iets anders was. De woningmarkt iets anders was dan toen we vertrokken. We hebben wel gezegd van nou, we zoeken iets van een huis, een soort basiskamp in Nederland waar we onze spullen neer kunnen zetten en zo. Maar we zijn echt geboren reizigers. Dus daar zijn we nog wel naar op zoek. Maar wat voor ons heel goed werkt is in de winter in Nederland wonen en landreizen maken. En in de zomer met de boot 5 maanden op pad. Dus 2021 zijn we 5 maanden in de Oostzee geweest. En dit jaar zijn we 5 maanden in Noorwegen geweest. En het voordeel is van aan boord wonen, je hebt alles bij je. Dus we werken ook onderweg. We maken artikelen, we maken blogs. We zijn met andere boeken ook bezig. Dus wat dat betreft werk je gewoon aan boord. Je doet gewoon je administratie, je btw-aangifte. Alles loopt gewoon door. Alleen je bent een digitale nomade. En over het algemeen zijn digital nomads, als je dat leest, van hippe jonge mensen. Maar er lopen ook heel veel mensen van onze leeftijd rond die dat doen. Maar welke bestemming hebben jullie toen aangedaan? Waar zijn jullie geweest? Tijdens die reis? Ja. 40 landen. We zijn begonnen in Schotland. Toen Ierland, Spanje, Portugal, weer even Spanje, Kaapverde, Canaries, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Antarctica, Chili, Robinson Crusoe-eiland, Paaseiland, Gambier, Marquesas, Alaska, eerst Hawaii, Alaska. Dan toen door Canada naar Amerika, overwinterd in San Francisco. Van San Francisco weer naar de Marquesas. Marquesas, de Franse Pacific Islands. Suwarov, Samoa, Tonga, Fiji, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Caledonië. Toen onder Australië langs, tegen de eerste winterstroming in. De westkust van Australië weer omhoog, Indonesië. Vanuit Indonesië naar Singapore, Maleisië, Thailand. Vanuit Thailand zijn we toen brak corona uit, zijn we overgestoken naar Sri Lanka. Malediven, daar hebben we toen voor anker zijn we in quarantaine gelegd voor 102 dagen. Zonder eten en water en dat soort dingen. Ja, het zijn fijne mensen daar. Seychelles. Paradijs. Fantastisch. Toen naar Madagaskar mochten we niet naartoe, maar hebben we even geankerd omdat we schade hadden aan de boot op dat moment. Zuid-Afrika, Namibië, dus aan de andere kant weer omhoog. Namibië overigens een geweldig land, moet je doen. Sint Helena, Ascension Island, Azoren, Engeland
en weer terug. Op jonge leeftijd hebben wij elkaar ontmoet, al op jonge leeftijd, eind 20. En toen waren we er allebei per stuk al achter dat we enorme workaholics waren. En dat we onszelf gevoeglijk kapot zouden werken tegen ons 65ste. Dus toen hadden we al, was al duidelijk van rond ons 50ste moet dat stoppen of moet er iets anders gebeuren. Toen we elkaar dus tegenkwamen, was dat natuurlijk wel heel leuk dat je er allebei zo over denkt. En dat je dan ook echt na kan denken over hoe gaan we dat dan inrichten om dat mogelijk te maken. Dus we hebben al vanaf ons eind 20ste gezegd, financieel gaan we dat zo inrichten dat het kan. Dat we de keuze hebben om rond ons 50ste iets heel anders te gaan doen. En als je jong begint, dan bouw je dat dus ook op. En zo hebben we altijd geprobeerd om van één inkomen rond te komen en het andere inkomen volledig te sparen. En dat is goed uitgepakt. Dus we konden de spaarpot blijven vullen en daarmee rond ons 50ste vrijheid kopen. Maar dat betekent ook dat we in die tijd ons best een hoop ontzegd hebben. Iedereen vond altijd dat we een prachtig huis hadden, maar dat het erg studentico's interieur was. Ja, interieur levert niks op, een huis wel. Dus we hebben geïnvesteerd in een huis en niet in interieur. Omdat we wisten, we willen geld overhouden om een reis te gaan maken. Ja, het hele leven is dan keuzes maken van wat doe je wel en wat doe je niet. Waar laat je geld naartoe vloeien en waar niet. Om uiteindelijk je grote plan waar te maken. En dat is goed gelukt. Wat is geluk op het water voor jullie? Nou, ik denk dat het geluk daar is, enerzijds vrijheid. En dat wordt een beetje aangetast. Nu vinden wij op de Noordzee, doordat het erg druk aan het worden is met van alles en nog wat, boorplatforms, windmolens, schepen, vaarroutes die anders zijn neergelegd. Dus daar ben je eigenlijk wel heel erg druk. Maar als je lekker verder weg bent, dan zit je op je boot en zit je te overleggen of je vandaag zult grijpen of morgen. En je bent dingen aan het experimenteren met koken. Je komt zeeleven tegen. Wij vonden vooral het stuk Zuid-Amerika erg mooi met albatrossen en walvissen en dat soort zeeleven allemaal. Je maakt gewoon spannende dingen mee. En zeilen is een natuurproduct en dat maakt het leuk. Het leert je als mens dat je jezelf een enorme peer kan vinden. En als je wat hoger in de hiërarchie hebt gezeten zoals wij hebben gedaan, dan is het heel makkelijk om jezelf een hele peer te vinden. Maar als je aan het varen bent, maakt dat allemaal niks meer uit. Het weer doet wat het wil en is vele malen sterker dan jezelf. Dus daar zul je mee om moeten gaan. En dat vind ik prettig gedaan. Officieel mag je in Nederland niet op een boot wonen, in een vakantiewoning of een staakcaravan of dat soort dingen. Het mag gewoon niet. En dat heeft te maken met geld wat van het Rijk naar gemeente gaat per inwoner. Dus als er een klein dorp is waar een enorm vakantiepark naast staat waar permanent gewoond wordt, dan is er gewoon niet voldoende geld voor allerlei faciliteiten die een gemeente gewoon levert. Dus dat is de reden dat het niet mag. En we hebben in Nederland natuurlijk hele strenge regels ten aanzien van bestemmingsplannen. Wat mag waar wel en niet? Specifiek op een boot ingezoomd, heb je de meeste havens werken met hiswa-contracten. En een hiswa-contract stelt dat je alleen aan boord mag slapen met toestemming van de haven. He, dus anders mag dat niet. Dat is één ding. Het tweede ding is, je hebt in Nederland gewoon een adres nodig. Als je geen adres hebt, kun je geen telefoonabonnement afsluiten, je hebt geen bankrekening, je hebt geen rijbewijs, geen paspoort, dat kan allemaal niet. Er is dus de basisregistratie persoonsgegevens, daar staan de mensen in, maar die staan geregistreerd op een adres. En alle adressen in Nederland zitten ook in een bestand. Dat is de basisadministratie adressen en gebouwen, BAG. Nou, vroeger was het bijvoorbeeld zo, dan woonde iemand op een woonark en dan was het adres Herengracht tegenover nummer 44. En dan kwam alle post kwam gewoon aan. Maar dat was geen officieel BAG-adres, dus dat kan nu niet meer. Vroeger kon dat kan nu niet meer. Dus je moet op een officieel vastgelegd adres ingeschreven staan om dingen voor elkaar te krijgen.
Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. En ik ben vooral benieuwd, zouden jullie willen wonen op het water? Of lijkt het je helemaal niks? Ik ben benieuwd en laat het weten onder deze video. Tot geluk op het water!